Dus we zijn aangekomen. Nu eerst zo. Op het bordje van Lua. Terwijl de kinderen spelen is... Farah en Iris doen een sister challenge. Zijn die zandengeltjes aan het maken. Het ziet er niet uit, jongens. Nou, hier is dus het kampvuur. Hier gaan we lekker douchen, want je bent heel vies. Ja, op de camping. Oeh, lekker. En vandaag gaan wij op vakantie. Yes, we zitten vol gepakt in de auto. Zware caravan aan de trekhaak. Varen moeder even langs de Action. Wat verjaardagboodschapjes halen. Yeah. Bordjes, bekertjes voor Luans feestjes. Ballonnetjes. Ballonnetjes. Dus we gaan het kampement opbouwen van de Bellinga's. Ga je niet mee? Hey, is Lucilla er ook alweer klaar voor? Waar gaan we naartoe, Lucilla? Mam. Hey, op je plakbandje om je vinger. Nou, tante Iris gaat ook mee een paar dagjes kamperen. En Luan die zit er ook al bij. Drie nachtjes ga je slapen, tante Iris. Drie nachtjes. Oeh, gezellig hè? Ze heeft ook haar eigen tentje mee. Ja, een heel klein tentje. Eén persoons tentje. Hoe klein? Zo? Te groot als de auto, of ietsje kleiner. Oeh, dat is nog wel een groot tentje hoor. Nou, we zitten allemaal lekker opgepropt en wel in de auto. We gaan eerst even naar de Action toe. Even boodschappen halen nog voor de verjaardag. En dan gaan we naar de camping. Boodschapjes binnen, schat. Alles is binnen. Alle boodschapjes binnen. Wij gaan naar de camping. Yay. Kijk, ik heb hier gewoon zo even staan wachten in de auto. Op naar de camping. Nou jongens, we zijn aangekomen. We gaan nu even de caravan neerzetten. Dus ik moet even kijken weer. Jullie weten inmiddels hoe dat gaat. We zijn aangekomen en ik moet even kijken hoe die moet gaan staan. Hier is de caravan. Dit is ons plekje waar we altijd staan. Dus ik moet natuurlijk wel daarheen lopen. Even kijken. Oeh, hier zijn ook verse bramen. Lekker jongens. Ja, hij mag iets meer daarheen hoor. Daan? Hij mag iets meer daarheen. Iets meer daarheen. Iets meer daarheen. Je hebt hier hartstikke veel ruimte. Kijk jongens, we hebben hier lekkere braampjes. Ik zal eentje proeven. Oeh. Oh, ik moet opletten, sorry. Ja, iets meer zo. Iets meer die kant op. Iets meer die kant op. Die kant op. Ja, en dan zo. En dan zo. Ja. Ja. Nee, wacht nou even. Wacht nou even. Kijk nou even, als je meer naar achter gaat, dan heb je veel meer ruimte hier. Nee, je staat hier goed. Maar nou, je staat nu eigenlijk gewoon goed. Alleen je moet hem nu even iets rechter zetten. Hij zet scheef. Nou jongens, we hebben zoveel op te bouwen. Deze dag staat altijd in het teken van het hele kampement opbouwen. We blijven hier best wel een tijdje. We hebben hier natuurlijk ook een verjaardagsfeestje wat we gaan doen. Dus we hebben ook twee partytenten meegenomen. Nou, het is niet... Gelukkig is het vandaag lekker weer. Maar deze week hebben ze niet echt heel erg lekker weer verspeld. Ja, ik kijk. Ja, ho, ho. Kom maar iets terug. Dus we krijgen misschien ook wel wat regen. Dus we willen ook wel wat partytenten hebben. Zodat we in ieder geval wel droog kunnen zitten als we visite krijgen en zo.
Dus ja, we gaan nou even alles opbouwen, jongens. De caravan staat. Lucilla die ligt even lekker te slapen daar in de auto. Met alle ramen open. Wij zijn intussen al een soort van geïnstalleerd. De caravan staat. We zijn bezig met alle spullen eruit te pakken. We hebben ook natuurlijk al die stoelen meegenomen voor de visite. Het is een heel kampement wat we hier hebben. Luan is natuurlijk alweer zo'n hut aan het bouwen. Wat ben je aan het doen, jongen? Och, wat een mooie hut. Een mooie hut, jongen. Nou, dus dit is, dit is een beetje het plekje. We hebben hier ook een heel leuk zandheuveltje waar de kinderen graag spelen. En ja, dit is het plekje waar we dan staan. Er komt nog een voortent aan. Er komt nog een partytent. Misschien komen er twee partytenten. Ligt aan of het weer mee zit of niet, denk ik. En daar kan je broodjes bakken, kampvuur maken en zo. En daar achter de bosjes dan heb je dan het wc-gebouwtje. En waar je kan afwassen en zo. Maar goed, dit is een beetje hoe het er nu voor staat. Alles is uit de caravan gehaald. En nu moeten we natuurlijk alles opbouwen. Dat is altijd het lekkerste klusje van allemaal. Nou, we hebben serieus een uur gedaan over dit stukje van de tent. Ik denk echt dat we hem een stuk of 5 keer opnieuw hebben opgebouwd of zo. Maar goed, we zijn er bijna. Het dak zit erop, dus we zijn in ieder geval droog. Maar goed, dat is vandaag niet nodig, want vandaag is het lekker weer. En de kinderen, die hebben hier al een klein baby. Hey, hebben jullie hier al een klein feestje? Morgenjarig. Nee, je bent nog niet morgenjarig, jongen. Overmorgen ben je jarig. Oh. Hey, maar hebben jullie al lekker snoepjes gegeten, zie ik. En lekker pakje drinken op. Hey. Jullie zijn al lekker aan het spelen, hè? Echt. Ik pak voor mezelf even lekker een pakje. Ga maar lekker een pakje pakken, jongen. Luan heeft het al helemaal naar zijn zin hier. Vind je ze net ook gezellig? Vind je leuk? Ben je lekker aan het spelen? Heb je lekker gespeeld bij de bed zand? Ja. Oeh, lekker snoepie. Een lekker snoepie. Echt. Ja, dan gaan we een kampvuur maken, hè? Daarachter. Daar kunnen we een kampvuur maken. Dat is leuk. Ik word niet kijk, John. Nee, papa doet het vuurtje aanmaken dan, hè? Nou, zoals jullie zien zijn ze daar al bezig geweest. Daar hebben ze al gespeeld. In het zand. En ondertussen gaan wij eventjes verder met onze caravan. We zijn weer een paar uur verder en kijk eens. Tada! De tent die staat. We hebben hier al wat vast wat spulletjes neergezet. Hallo. Hallo jongen. Nou, even wat wikken en wegen. Is het toch gelukt om de tent op te zetten, Luan? Ja. Luan heeft de bezem alweer gevonden. Binnen is het nog een puinhoop hoor. Dit moet allemaal nog opgeruimd worden. Hé hey, Lucilla, wat ben jij hier net doen? Tent. Mag ik eens even kijken? Wat heb jij gemaakt? Pijn. Lucilla is gek op spelen in het zand. Laat hier nou net voor de deur een grote zandbak zijn. Kijk eens. Hé, hey, wat ben jij aan het maken? Ben jij zandtaartjes aan het maken? Mam, dit is voor een ijsje zie ik. Ijsje. Hier. Daar kun je ijsjes mee maken. Hier. Appeltoppen. Oeh. Is er appeltoppen? Ga je alles verstoppen in het zand? Ja. Ja. Nou, en tante Iris die blijft dus ook een paar nachtjes slapen. Die zet daar haar tentje op. En wij hebben daar de tent staan. Wat heeft Luan daar, jongens? Waterpistool. Een super soaker noemen ze dat. Kan die verspuiten? Laat eens kijken. Nou, kom. Ik knop het op het toe. Dan moet je heel hard pompen. Je moet eerst heel hard pompen, zodat er heel veel luchtdruk op komt. Mam. Mag ik je doen? Mag mama filmen? Nu eerst zo. Heel hard. En dan. Pssst. Kijk, dan gaat hij heel ver. Zie je dat? Mama, mama. Stop! Anders is het water weer leeg. Oh, nou jij weer. Dus heel hard eerst met dat ding zo doen. Niet op mama, hè? Niet op mama. Ja. Nee, niet op mama. Boefie. Jij bent een boefie, jij. Jij bent een boefie. Op mama babybuik. Op mama babybuik. Oh, schatje, vind mama niet erg, schatje. Lucilla, ga jij een spelletje? Ha, ha, ha. Zullen we een spelletje spelen? Oh, dit is een heel leuk spelletje. Zal ik even leren hoe dat moet? Ja, ik moet daar die. Moet jij die vasthouden? Ja, leg je pistool maar even neer. En dan moet jij hem gooien. Kijk, gooi je dan. Toek, zie, blijft hij zitten. En dan haal je hem weer af en dan gooi je naar Lucilla. Gooi hem naar Lucilla. Ja, oh, bijna. Goed, dan moet je goed mikken. Hè. Lucilla, moet je hem goed het bordje recht houden, hè? Ik kan pakken. Ja, maar hij moet hierop gooien. Kijk, moet je hem zo houden, dan gaat Luan daarop gooien.
Ja! Op het bordje van Luan. Oh, bijna. Nog een keertje. In twee? Ja. Ja. En nou bij Luan. Luan? Als je iets dichterbij bent, dan is het iets makkelijker. Dat is een goed idee van jou. Oeh, bijna op mama's voet. Terwijl de kinderen spelen, is papa nog druk aan het timmeren. Hé, papa? Spannend. Hij staat mooi hoor. Hij staat mooi strak. 2 uur later, ons huisje is bijna opgezet. Ik ben hier nu de keuken met het elektra aan het aanleggen. De extra koelkast is aangesloten. De band van de puppetjes. Afwassteltjes, elektra. Farah en Iris doen de sister challenge. Krijgen wij een partytent in elkaar of niet? Papa lukte het niet, maar hun gaat het volgens mij wel lukken. Hè, Sarah? Nou, Daan, zit hij goed of niet? Ja, ik vind hem goed. Kijk eens in die puntjes. Doet hij het of doet hij het niet? Ja, weet ik, schatjes. Ja, ik vind hem super. Terwijl ik hier druk bezig ben met de gasleiding vanuit de caravan naar de voortenden van het verbouwen, roepen mijn sister wives, het is gelukt, het is gelukt. Nou, ik geloof me horen. Is dat gelukt? Dat is... Waarom jij dat niet zou kunnen? Maar staat hij er helemaal omheen gespannen dan? Ja. Of één windvlaagje en... Ja, de haringen, dat is aan jou. Nee, maar die hoekjes niet, schat. Nee. Kijk eens, hij zou... Ja, dan moet ik even recht trekken. Zo. Echt waar? En die dan? Ja, maar dat past niet. Ja. Jawel. Even recht trekken en dan doe jij de haring even erin. Zie? Kijk maar. Ze tikken zelfs de haringen er nog in. Kijk eens. Splinter. Nou, we hebben een mooie partytent. Wat het weer dan ook doet... En de visite kunnen we ook een droog plekje bieden. Nu ga ik Luan en Lucilla's bed opmaken. Ja. Dit moeten we nog allemaal selecteren. Ja, doe maar jongen, doe maar. En kijk, de badkamer. Ja, we zijn iedere keer een hele tijd verder in onze vlog. Het valt ons op dat we iedere keer zeggen, weer een uur verder, weer 2 uur verder. Maar zo is het wel een beetje. We hebben niet echt tijd gehad om timelapjes en dat soort dingen te maken. Want het is heel erg veel werk om deze hele inboedel op te bouwen. Dus we hebben heel erg veel om mee te nemen. En we blijven hier best wel een tijdje. Kijk, de caravan is nog één grote zooi. Dat ga ik nu allemaal opruimen. Maar ik wil jullie wel even laten zien wat we buiten hebben gedaan. Daar zijn we best wel trots op. We zijn er de hele dag mee bezig geweest. Maar eindelijk is het dan zover. Ons paradijsje is opgebouwd. Dit is dus onze tent, zeg maar. Daar dat zit je. Hier kunnen de kinderen lekker spelen. En ik heb hier mijn keukentje. Ik kook hier en zo, zeg maar. Dan moet ik alle dingetjes nog neerzetten. De kapstokje. Daar is de bench van de hondjes. Die slapen daar dan. En dan hier hebben we 2 partytenten aan onze tent vastgezet. Omdat er natuurlijk ook wat regen gaat komen van de week, zijn we voorbereid op dat als er veel visite komt, dat we iedereen in ieder geval droog kunnen hebben zitten. Dat is een beetje de reden waarom we zoveel partytenten hebben meegenomen. Maar het is natuurlijk ook wel erg handig voor de zon. Vandaag is het super lekker weer. Dus we zitten hier lekker allemaal in de schaduw. De kinderen die zijn lekker in het zand aan het spelen. Daniel die is daar. Die gaat zo de auto wegzetten. Zijn jullie zandengeltjes aan het maken? Ah... Oh. Zijn jullie zandengeltjes aan het maken? Kinderen toch, wat mooi! Hé, hey, dat is mooi. Vinden jullie het leuk hier? Ja. Hebben jullie het naar je zin? Ja. Vind je het leuk? Vind jij het leuk? Ja! Hé hey jongens, zullen we eens eventjes laten zien waar we ook kunnen douchen en zo? Misschien vinden de kijkers dat wel leuk om te zien. Wij hebben echt heel fout allemaal crocs. Alleen jammer genoeg zijn er nog geen crocs in Lucilla's maat. Ik kon ze bij de Action niet vinden. Deze heb ik toen straks bij de Action gehaald. En dit zijn er van mij en die zijn er vandaan. Het ziet er niet uit jongens. Maar goed, op de camping is dit echt super handig. Dus ik doe ze even aan. Want ik ga jullie een beetje laten zien hoe het hier uitziet. Voor degenen die dit nog niet kennen, we hebben hier natuurlijk al een paar keer vlogs gemaakt. Vorig jaar, het jaar daarvoor, dit is het derde jaar dat we hier zijn. Nou, hier is dus het kampvuur gebeuren. Hier kun je dus een vuurtje maken. En hier gaan we ook, als we Luan's feestje vieren, gaan we hier vaak ook broodjes bakken. Dan maak ik brooddeeg en dan kun je met zo'n stok kun je lekker bij het kampvuur zitten. En hier kun je s'avonds ook heerlijk lekker nog bij het kampvuur zitten. En als het wat drukker is op de camping, dan zit het vaak... alle papa's en mama's s'avonds hier lekker rondom het kampvuurtje als de kinderen slapen. Of er zitten nog wat lekkere kinderen lekkere marshmallows te maken of zo. Super leuk hier altijd. Dus het is ook een beetje een ontmoetingsplek van de mensen die hier op deze camping staan. Het is heel klein, maar wel heel gezellig. En dan lopen we hier naar het huisje toe waar je naar de wc kan, waar je kan douchen, waar je toilet kan legen en waar je kan afwassen. Ze hebben hier ook nog een pingpongtafel. En dit is het huisje. Kijk, hier kun je de afwas doen. Dit is afwasplekje. Nou, dat is plek voor 2 keer om af te wassen. Even kijken of er geen mensen zijn.
Nee. Nou, hier heb je een wc. Dit is de dames wc. Dit is de jongens wc. En dan heb je hier een wastafel. En warm water. Want je kunt hier trouwens ook nog douchen. Dat hebben ze trouwens nieuw gedaan, was vorig jaar nog niet. Kun je kindjes erin in de wasbak douchen, dat is wel goed. Dat heb je hier ook. Hier heb je twee wastafeltjes. En hier heb je dan een douche. En dat is een super grote douche. Echt heel handig. Met twee douchekoppen. Lekker warm water. Twee mengkranen. Dus hier kunnen we als gezin helemaal lekker douchen. Ja, dit is de douche, hè. Hier gaan we lekker douchen, want je bent heel vies, zie ik. Ik zit helemaal onder het zand. Maar dat is helemaal niet erg. Het is lekker op de camping, hè. Mama, moet je kleden? Ja, het zijn twee douches. Kunnen we lekker met het hele gezin tegelijk douchen. Ja, nee, dat zijn wasbakken. Dus het is een heerlijk plekje hier. Kom maar. Helemaal bang. Ja, ik zie je. Je bent helemaal bang, maar dat is niet erg hoor. Ja, bang. Hé, we gaan straks lekker douchen, hè? Ja. Ja, gaan we daar lekker douchen. Op de camping. Ja, op de camping. Dat is lekker. Wassen. Lekker wassen. Oh ja, dit is een bramenstruik. Die staat hier achter ons. En daar is ook nog een bramenstruik. Heb je een lekkere braam gevonden? Ik zeg wel altijd van kijk of er geen beestjes op zitten. Maar jongens, ik ben opgegroeid in het bos. En ik heb altijd puur uit de natuur gegeten. Dus kun je gewoon eten. En ik leer ze dat ze eerst goed moeten kijken of ze rijp zijn. En of er geen beestjes op zitten. Kijk, hier hangt een lekkere. Oh, mag ik Nee, deze is voor Luan. En dan mag jij er een, Silla. Kijk eens. Deze voor Silla. Oeh, lekker. Vers vanuit de natuur. Nou, nee, geen rode, want de rode zijn nog niet rijp, schatje. Rode zijn nog niet rijp. Moet je even verwachten. En de hondjes, die liggen lekker hier onder de caravan. Hallo, liefjes. Hallo, schatjes. Vinden jullie het ook leuk in het bos? Maar het is vandaag een beetje warm, hè. Dus jullie liggen lekker onder de caravan, hè. Ja. Nou, Silla, zandkonijntje. Heeft met Luan ontzettend lekker gegraven. Ik zie zo lekker handjes zien, papa. Oh, maar zo kunnen we toch niet gaan eten? Waar zijn je handjes? Laat zien. Handjes? Waar zijn je... Nou, ga je even lekker douchen met mama en Luan. En tante Iris is aan het eten aan het maken. En dan gaan we lekker schoon eten. Ja, schoon eten. En dan lekker in bad en in bed. Of we hebben hier geen bad. Hey, Luan is hier een lichtbad aan het maken. Hey. Zo hé, heb je dat van de boswachter geleerd? Nee. Vet man, ben je slootjes aan het bouwen? Nou, na 5 uur ploeteren is ons kampement klaar. We zijn zo gaar als een kanarie. Dus nu de kinderen douchen, eten en in bed en de vlog edit. Ja, mijn schoonzus, die verzorgt het eten vanavond. Wat eten we hier eens? Dit is Farah spaghetti soep. Ik heb hem nog nooit gemaakt, maar ze heeft uitgelegd hoe je dat doet. Dus, Lekker, lekker. Oh, Lucilla lekker aan tafel. Dit zal wel smaken naar zo'n flinke opbouwklus van 5 uur hebben we het over gedaan. Nou, dit was onze opbouwdag van ons kampementje van de Wellingrijkjes. Tof dat je erbij was. Duimpjes omhoog, vergeet niet te abonneren en op ons belletje te klikken. En morgen weer kijken. Wij zeggen tot morgen. Doei.